Als het weer een voorbode is voor FC Eindhoven, dan gaat het wel goed komen dit seizoen. Onder een lekker zonnetje kwamen 25 spelers het veld opgewandeld voor de eerste training van het seizoen. Een training die vooral in het teken stond van opbouwen. Een rustige warming-up met wat rondjes rond het veld. Even rekken en strekken om vervolgens weer verder te gaan met rennen. En uiteindelijk kwam ook de bal eraan te pas. Dat allemaal in voorbereiding op een nieuw seizoen in de Jupiler League. Ja, kijk, zijn eerste kennismaking is eerst gewoon weer eens even kennismaken. Iedereen weer even zien hoe hebben ze de vakantie doorbracht. En ja, sommigen hebben daar ook wat individuele programma's meegekregen. En dan is dat weer goed zien, gewicht, lengte meten en de vetpercentage, om daar weer een inschatting te maken. En dan, ja, dan is de eerste dag als vandaag is een opstartdag. Hè. Dus dan gaan we kijken hoe komt iedereen weer terug van vakantie. Een aantal sterkhouders van het elftal is gebleven, zoals Beekmans, Van Son en Ntoko. En een oude bekende kwam weer terug bij de club. Ivo Rossen, hij is weer terug aan de Aalsterweg. Maar er vertrokken er ook een hoop, waarvan Waalkens en Laguiré de meest in het oog springende namen zijn. Maar het is weer leuk, want ja, we hebben weer nieuwe spelers erbij. Van andere spelers hebben we afscheid genomen. En dat heet dan, zoals het goed zegt, doorselecteren. Nou, als je ziet al hoe groot de groep is waarmee we de eerste training kunnen opstarten. Dat is voor menig andere Jupiler League club niet vanzelfsprekend. Veel clubs die teruggaan in de begroting, daar waar SC Eindhoven een stap maakt. Onder ruime belangstelling trainde het team van Jean-Paul de Jong dus op het trainingsveld. Maar terwijl het publiek de voetballers zichzelf in het zweet zagen werken, gebeurde hemelsbreed 200 meter verderop precies hetzelfde. Alleen daar waren het bouwvakkers. Ze zijn bezig om een kunstgrasveld aan te leggen in het Jan Lauwersstadion. Dat moet 15 juli af zijn. Ligt alles nog een beetje op schema? Want dan is de Lichtstad Derby tegen PSV in het Jan Lauwersstadion.